Dan gaan we straks eens even aan drukken met onze volgende gast. Dat is namelijk iemand die heeft al 3 keer de Artemis Cup gewonnen. Dat is een fitness cup. En dat betekent dat je echt goed bent in je vak. Hij is ook bezig voor de wereldkampioenschappen fitness. Gaat hij misschien ook nog wel redden? Ja. En hij is ook in de race voor Mr. Universe. Vind ik zelf wel in ieder geval. Dus, en ik heb hem gevraagd even de champagne op te komen brengen. Dus mag ik een keihard applaus voor de sterkste man van Kampen. Ozan! Ozan van Weijen! Kom even. Ja. Dag Ozan. Goedenavond. Burgemeester, ik geef u even het woord om de traditionele nieuwjaarstoespraak, of de nieuwjaarswens te uiten. Ik maak die champagne vast even open. Ik dacht dat dat typisch werk was voor de sterkste man, maar als Wim Schutte dat voor ons wil doen, dan is het daartoe hartelijk uitgenodigd. Dames en heren, ik wil u bijzonder waarderen voor het feit dat u allen hier vanavond gekomen bent. Dat vinden we grote klasse. Ik dank u ook heel hartelijk voor alle gelukwensen die we hebben gekregen. Via kaarten, brieven, sms'jes, mails enzovoorts. Namens het gemeentebestuur zeg ik u daarvoor heel hartelijk dank. Ook voor alle goede wensen die wij vanavond hebben gekregen. Wat ons betreft ook wederzijds. Wij wensen u toe dat als het gaat om het jaar 2012 veel heil en ook God zegen. Dat u een gelukkig en een gezond, maar vooral ook een heel saamhorig 2012, dat we dat met elkaar vorm mogen geven. Ik wens u allen een bijzonder gelukkig 2012 in saamhorigheid. Heb ik de camera's van Omroep IJsselman niet geraakt? Gelukkig. Meneer Koelewijn, Ozan Jacqueline, wij toosten op een bijzonder goed 2012 in Kampen. Dank u wel. Dank u wel, Ozan. En op onze burgerkrachten.